Mensen, mijn naam is Dula en fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Foute Boel. Dus aflevering 5. En uh, voordat ik begin wil ik je heel even bedanken voor de ontzettend gave comments die ik heb gehad uh, op de vorige aflevering. Ik heb ze echt allemaal gelezen en uh, uh, dat, dat doet me goed uh, wat jullie hiervan vinden. En ik zal proberen om wat minder vaak uh, te zeggen. Maar uh, pin me er niet op vast, dat lijkt me duidelijk. Uh, voordat ik begin, um, ik heb best wel moeilijke onderwerpen. Dus ik ga deze kaartjes echt wel gebruiken. Daar kom ik gewoon niet onderuit. Dus uh, vergeef mij dat. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen, lieve mensen. Wij leven namelijk in een totalitair regime. En laat me dat heel even uitleggen. Dat is eigenlijk een systeem waarbij de staat op bijna alle facetten van jouw leven controle probeert te houden. En. Um, ja, wij denken dat we inspraak hebben door te gaan stemmen en dergelijke, maar dat, dat hebben we eigenlijk niet. Het is voornamelijk theater. En om het gevoel te geven uh, dat wij uh, daadwerkelijk inspraak hebben, er is namelijk altijd een achterliggende agenda. En die mag niet zomaar van de baan gaan door echte democratie. Daarom hebben ze ook het referendum afgeschaft. Dit antidemocratisch systeem met een schaduwregering als het World Economic Forum en hun geldschieters. Ja, dat noem ik de Matrix. Uh, word jij een gevaar voor de Matrix? Dan valt de Matrix jou aan. En daar hebben we natuurlijk veel voorbeelden van. Kijk maar naar Trump, kijk maar naar Russell Brand, en kijk maar naar Andrew Tate. Allemaal mensen met een enorme following die zich uitspreken tegen dit systeem, de Matrix. En die hebben het dan ook te verduren. En in ons eigen land hebben we natuurlijk ook Willem Engel, die procedeert tegen de staat en moet dan ook gewoon voor elke scheet een beetje gearresteerd worden. He? Ze hebben geprobeerd Thierry Baudet uh, te, te pakken met de, uh, de ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden-uitspraak. Het OM heeft die zaak uiteindelijk laten vallen. Maar ik kan me heel goed vinden in deze uitspraak. Als ongevaccineerden zijn we natuurlijk geridiculiseerd. Uh, we zijn buitengesloten van het uh, maatschappelijk leven. We konden niet eens naar een restaurant. En daarbij zijn we enorm gedemoniseerd. Zo heftig gedemoniseerd door de media. Dat we, uh, nou, ik kan eigenlijk wel gif opnemen: dat als wij in de coronaperiode op een bus werden gezet naar een quarantainekamp. dan weet ik bijna zeker dat bijna heel Nederland dat helemaal niet meer boeide. En dat komt omdat zij gewoon helemaal gebrainsworn zijn door de ontzettende slechte media. Die ontzettend slecht heeft gepraat over de ongevaccineerden. Het is een schande. En zo is dat ook gebeurd met de Joden. De Duitsers boeiden het helemaal geen reet meer. En dat komt alles door het demoniseren van de media. Um, het is een schande. Maar door met mijn lijstje. Want ook Pepijn van Houwelingen die is veroordeeld voor een, een gefotoshopte foto op Twitter. X moet ik eigenlijk zeggen. Um, rapper Kafka die is veroordeeld voor een tweet. Um, hij schreef: en ik citeer, kunnen Tachy en Ko niet achter Hugo of Mark aangaan in plaats van Peter R. de Vries. Bam zes weken moet hij in de cel. Het is ongelooflijk. Nou, de rechter vindt dat het opruiing is tot het plegen van geweld tegen het gezag kan me daar wel iets van vinden. Het is wel een beetje opruiming, maar de straf is echt veel te hoog. Je kan dit dus kennelijk gewoon niet zeggen, tenzij je Johan Derksen bent bijvoorbeeld. Die kan gewoon op televisie zeggen dat ze Thierry Baudet moeten liquideren. Daar is Johan Derksen gewoon niet voor vervolgd. En dan kunnen we eigenlijk wel stellen dat de rechters met twee maten meten. En dat is gewoon ontzettend foute boel. Uh, door met mijn lijstje, want ook Gideon Vermeijeren die moet voorkomen op 28 mei voor zogenaamde opruiing ook. Um, en Raiza uh, Blommestein moet 19 augustus ook voorkomen voor groepsbelediging over de negroïde primatenuitspraak die zij heeft gedaan op Twitter. En we gaan heel even kijken wat uh, Raiza uh, hier verder over te zeggen heeft. Een tijdje geleden heb ik jullie op de hoogte gebracht van het feit dat het Openbaar Ministerie mij vervolgt voor wat zij noemen groepsbelediging. Het gaat om commentaar dat ik heb gegeven op een filmpje waarbij zeer gewelddadige beelden te zien zijn van een groep migranten die een weerloze blanke jongen in elkaar slaat. Vervolgens wordt deze jongen op het spoor geduwd. Het is allemaal ontzettend gruwelijk. Maar voor het Openbaar Ministerie was niet deze gruwelijke daad, maar mijn commentaar hierop reden genoeg om mij te vervolgen. Ik heb jullie verteld over het vier uur durende politieverhoor dat ik vervolgens heb moeten ondergaan. Over de bizarre vragen die mij werden gesteld tijdens dat politieverhoor. En ik heb jullie ook verteld dat het tot op heden nog onduidelijk was wat er verder zou gebeuren met deze zaak. Helaas kan ik jullie vertellen dat er sinds vandaag duidelijkheid is. Het zwaard van Damocles is gevallen. Want vanochtend vond ik deze brief in mijn brievenbus. Een brief die niet anders gezien kan worden dan een dagvaarding. Op 19 augustus van dit jaar zal ik moeten voorkomen voor de meervoudige strafkamer. En dat is natuurlijk bizar. Ik wist dat dit kon gebeuren. Maar als het dan daadwerkelijk zo zwart op wit staat. Als je leest dat je je daadwerkelijk voor meerdere rechters moet verantwoorden. Voor politiek commentaar dat je geeft op ontwikkelingen in de maatschappij. Dan kijkt die totalitaire overheid waar ik al jaren voor waarschuw je echt aan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat Nederland zich natuurlijk voordoet als een, een democratie, een land met vrijheid van meningsuiting. Maar hoeveel vrijheid van meningsuiting heb je eigenlijk nog als het aan de kaak stellen van maatschappelijke en politieke problemen, zoals massamigratie, geweld van migranten en omvolking, je op een dagvaarding komt te staan? En laat dit voor iedereen die dit kijkt ook een waarschuwing zijn. Want ik ben niet de enige die dit overkomt. We hebben gezien dat politici andere dissidenten ook vervolgd worden om hun politieke mening. En u kunt zomaar de volgende zijn. Dus laat deze dagvaarding ook voor u allemaal een waarschuwing zijn. En ook weer eens te meer duidelijk maken in wat voor staat dit land momenteel verkeert. Ik vind dat Raisa gelijk heeft. Uh, de staat van ons land is ernstig en we leven in een totalitair regime. Antidemocratisch. En in onze vorige aflevering hebben we het pandemieverdrag besproken. En uh, besproken dus hoe de meerderheid genegeerd is. En over dit negeren is um, afgelopen week een debat geweest in de Tweede Kamer. En vlak voordat Pia de Kamer binnenliep. heeft Jonathan Crispijn. Hè, shout out van uh, Omroep Ongehoord Nederland. Heel even gevraagd of ze vandaag weer de Kamer ging negeren? Dan gaan we ook heel even naar kijken. Mevrouw Dijkstra, gaat u vanavond de Kamer weer negeren? Ik ga vanavond het debat aan met de Kamer. Ik ga uitleggen waarom ik de motie niet uitvoer. U bent demissionair minister. Vindt u dat u dat kan doen, als demissionair minister de Kamer negeren? Ik heb me te houden aan onze eigen wetgeving en dat doe ik. Nee, want de Kamer die gaat erover. Waarom negeert? dan nee, wet, wet, geeft u de Kamer, mevrouw Dijkstra? Als de Kamer iets anders wil, dan moeten ze de wetten veranderen. Ja, dat hebben ze dus gezegd, dat ze dat niet willen ondertekenen. Maar ze, ze een zo, nieuw verkozen u, Kamer, mevrouw Dijkstra. De wet niet. Ik ga nu naar een... Uh... Ja, Pia zegt, ze houdt zich aan de wet. En ze lacht daarbij gewoon. En uh, ja, dat doet ze dan ook. Hè. Het, is, het is dan de wet. Maar uh, echt democratisch is het niet. Hè. Ze is demotionair en grote beslissingen moet je gewoon aan het nieuwe kabinet overlaten. Maar het debat vervolgt. En Wieke Paulusma van de D66 die steunt ook het pandemieverdrag... en de hele gang van zaken van het negeren van de Kamer. Nou, en dan moet je niet bij Gideon van Meijeren zijn. Want die geeft um, Wieke nog eens heel even een klein lesje over de democratie. En daar gaan we ook naar kijken. En het kan niet zo zijn dat de minister zegt... ik ga deze motie niet uitvoeren. Dat is... Niet democratisch. Hoe beoordeelt mevrouw Paulus maar dit? Zonder zich te verschuilen achter details die mogelijk niet zorgvuldig geformuleerd zouden zijn. De strekking van die motie is heel duidelijk niet instemmen met dat pandemieverdrag. Ja, voorzitter. Nee, ik zou willen vragen om geen geluiden te maken op de publieke tribune. Mevrouw Paulus, mij is aan het woord. Ja, volgens mij was dit de, dezelfde vraag als daarnet. En dan zou mijn antwoord exact hetzelfde zijn, meneer Vermeijden. Nou ja, voorzitter, dan moet ik helaas constateren dat de regering uitdrukkelijk en schaamteloos zegt de wil van deze volksvertegenwoordiging te negeren. Dat deze regering zegt de motie niet uit te voeren, dat is niet ondemocratisch, dat is antidemocratisch, en als mevrouw Paulusma zegt... daar steun ik de minister in, dan is die D in D66 zeer misleidend... en zou het veel eerlijker zijn om die D te vervangen... bijvoorbeeld door een extra zes. Dank u wel. Voorzitter, dit is niet... Nogmaals, ik wil dat u geen geluid maakt op de publieke tribune. Maar Nogmaals, deze opmerking... dit is de laatste keer dat ik gewaarschuwd heb. Kijk, hoe scherp Gideon van Meijer ook is, wij gaan dit niet meer tegenhouden. We leven in een antidemocratisch en totalitair regime. Het is een foute boel. Door naar het volgende onderwerp, lieve mensen. Want er heerst vogelgriep in Amerika. En het is een hele bijzondere vogelgriep, want uh, die komt van een koe. Die slaat over van een koe naar een mens. Dus vogelgriep, koe-mens. Raar, we leven in een rare wereld, maar het zij zo. Ik sta nergens meer van te kijken. Maar de media angst -porno machine die draait wel op volle toeren. En we gaan eens heel even een paar koppen langs van wat ik op internet zie. Um, ik citeer gewoon heel even: uh, op Science Alert we hebben the bird flu uh, jumps from cow to human in the US. and experts confirm first case. In Australië gaat het ook los. Uh, want de Australian Broadcasting Corporation die kopt: Australia first human case of bird flu detected in child traveling back from India. En The Guardian die kopt: The CDC warns of more US bird flu cases after second human infection by cows. Het lijkt erop alsof ze toch weer iets aan het proberen zijn. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook Dr. Peter McCullough. Hij is een internist, een cardioloog en epidemioloog. En hij is hier ingedoken. En hier gaan we heel even naar kijken. Bird flu, now we have credible evidence that it's gain of function research. Again, being done in U.S. laboratories this time. The Athens, Georgia, U.S. Poultry Research Center, uh, the University of Wisconsin, Madison. Uh, we can identify even this gain of function strain. I mean, uh, CDC director uh, Redfield, the. Former director came national TV and said it's gain-of-function research. is Er lijkt dus wel meer aan de hand. En zo 160 dagen voor de Amerikaanse verkiezingen zou een mogelijke nieuwe uitbraak, een pandemie, wel heel goed uitkomen. Het is foute boel. Na al dit slechte nieuws, lieve mensen, heb ik ook goed nieuws, want Klaus Schwab treedt af. Ja, de 86-jarige voorzitter van het World Economic Forum, die is er klaar mee. Hij houdt nog wel een soort toezichthoudende rol. Maar ze zijn op zoek naar een vervanger. En uh, wij houden je natuurlijk op de hoogte van wie dat uiteindelijk wordt. Dat moet ergens volgend jaar, begin volgend jaar, bij de nieuwe top duidelijk zijn. Uh, dit was vooral de vandaag. Uh, vond je dit nou leuk? Hè? Uh, doe dan mij een plezier en druk heel even op de abonneerbutton en zet je belletje aan. Wij doen ons best om een leuk programma te maken. Uh, hoe moeilijk dat soms ook is, ook voor mij. Dus een klein beetje waardering vinden wij fantastisch. Abonneren. En als jij nog een centje over hebt en je wil dit soort programma's steunen, zodat we meer content kunnen maken, doneer dan heel even. Ga dan naar weltsmerts.nl slash doneren. Of doneer aan Fouteboel en ga naar foutenboel.nl slash doneren. Wij danken jullie en ik zie jullie volgende week. Vergeet niet je comments te plaatsen, want wederom, ik lees ze. En uh, ja, ik, ik vind het heel, heel nuttig. Ik wil namelijk groeien, ik wil hier beter in worden en dat kan ik alleen maar als ik meters maak. En uh, uh, nou ja, jullie comments lees, kritiek opvolgen enzovoort. Jongens, tot volgende week.